dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de mentale zorg, gezondheidszorg, is door de COVID-situatie een noodzaak gebleven, zegt de psycholoog Donovan Isselt. Hij vindt zelf dat de overheid zich in de aanpak van het virus veelal heeft gericht op de medische kant. Persoonlijk vind ik dat men meer heeft gekeken naar het medisch aspect van de pandemie. Kijk, het is nieuw. He, dus we gaan natuurlijk niet kunnen zeggen van ja, alles is verkeerd gegaan. Het is natuurlijk voor jou als overheid ook even kijken van hoe het best met de situatie om te kunnen gaan. Maar aan de andere kant, en dat was ook de roep vanuit de psychologen, betrek de psychologen erbij, toch, om dat gedeelte ook op te vangen. Dus ik denk dat een van de belangrijke lessen die we hieruit kunnen halen, is meer aandacht besteden aan de mentale gezondheid in zijn algemeenheid, maar ook als het gaat om dit soort crisismomenten. Ja? Want dan merk je dat de mentale gezondheid van mensen extra kwetsbaarder wordt wanneer je dus met een pandemie te maken hebt of met een crisis te maken hebt. Wat de psycholoog betreft mag de communicatie naar de gemeenschap toe iets beter worden aangepakt. Het gaat in deze om de voorlichting over alles wat met de pandemie te maken heeft. Hij noemt als meest recente voorbeeld de vaccinatiecampagne. Persoonlijk vind ik dat men meer heeft gekeken naar het medisch aspect van de pandemie. Kijk, het is nieuw. He, dus we gaan natuurlijk niet kunnen zeggen van ja, alles is verkeerd gegaan. Het is natuurlijk voor jou als overheid ook even kijken van hoe het best met de situatie om te kunnen gaan. Maar aan de andere kant, en dat was ook de roep vanuit de psychologen, betrek de psychologen erbij, toch, om dat gedeelte ook op te vangen. Dus ik denk dat een van de belangrijke lessen die we hieruit kunnen halen, is meer aandacht besteden aan de mentale gezondheid in zijn algemeenheid, maar ook als het gaat om dit soort crisismomenten. Ja? Want dan merk je dat de mentale gezondheid van mensen extra kwetsbaarder wordt wanneer je dus met een pandemie te maken hebt. En dat was dus Donovan Isselt, hij is psycholoog.